Deze week hebben we vier leuke onderwerpen voor jullie. Kijken jullie gezellig mee? Ook ging Sam op pad om op school te kijken of ze net zoveel verstand hadden van dieren als hij. Weet jij welk dier dit is? Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Mag ik een gokje doen? Van mij wel. Het is een soort vogel, toch? Het heeft een snavel en vleugels, dus ik denk dat het een vogel is. Een vogel, een beetje afgestampt van een struisvogel, gok ik. Nee? Oké, laat maar. Deze vogel kan wel vliegen. Zal ik het vertellen? Het is een secretarisvogel. Het bijzondere aan deze vogel is dat hij enorm snel kan trappen. Weet jij welk dier dit is? Die heb ik gezien in een aflevering van jouw show, toevallig. De Kaapse buffel was het, toch? En weet je ook van welke groep van vijf dieren deze deel uitmaakt? Daar vraag je me wat. Nou, nee, die weet ik dan even niet. De Big Five. Het is de eerste aflevering. Heb je die gekeken, zeker? Tuurlijk wel, maar goed. Je onthoudt niet alles. Ludo, weet je welk dier het is? Lijkt mij een luipaard. Of cheetah. Wat denk je nou? Wat was het definitieve antwoord? Een luipaard. Ja? En wat is dan het verschil tussen luipaard en een cheetah? Dat weet ik niet, want jij bent van de dieren. Ik denk dat een cheetah gewoon ietsje sneller kan rennen dan een luipaard. En dat hij daarom ook ietsje slanker is. Zou dat kunnen? Zegt iets over ons twee. Zouden jullie weten welk dier het is? We mogen even overleggen, als jullie dat willen. Ja, hebben jullie het? Okapi. Okapi, dat is goed. En hoe weten jullie dat het een okapi is? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. De dierentuin zou ik zeggen. Gisteren was hiphopartiest Kaza bij ons op school. Theo interviewde hem voor meer informatie. Nou, je hebt net lesgegeven hier op school. Hoe vond je het om te doen? Nou, was leuk. Leuke groep kinderen, getalenteerd. Had ik niet verwacht. Hè? Hoezo niet? Nou ja, ik ga ervan uit als ik kom dat niemand iets met muziek heeft. Dus het is voor mij altijd een verrassing als het dan blijkt dat het wel zo is. En even over Kaza, waar komt die naam vandaan? Die naam heb ik eigenlijk gekregen op de basisschool, in groep 6 ongeveer. Toen was er een downloadprogramma dat heette Kaza. En mijn echte naam is Ukazo. Dus toen gingen ze me eigenlijk in het begin een beetje daarmee plagen met Kaza. En op een gegeven moment is dat gewoon mijn bijnaam geworden eigenlijk. Je bent doorgebroken met jouw nummer Slide, met Femke Louise. Hoe kwam je op de samenwerking en hoe was het om te samenwerken met haar? Was ik op zoek naar een label om muziek onder uit te brengen. En toen had Busy net een label gestart en een boekingsbureau samen met mijn management. En toen hoorde hij mijn eigen muziek en toen was hij zo enthousiast dat hij zei van kom bij mijn label en dan laten we het lukken, zeg maar. En Femke zat toevallig ook bij dat label. Zodoende eigenlijk zijn we een beetje bij elkaar gekomen, want toen had zij haar eerste writing camp en toen werd ik gevraagd om liedjes te komen maken voor haar. En op dat kamp hebben we Slide gemaakt. Maar even ook over je songwriter. Je schrijft ook, heb ik gelezen, voor Lil Kleine, heb je liedje geschreven. Hoe maak jij het proces mee van het schrijven en maken van het liedje? Hoe gaat het? Het is eigenlijk net zoals we vandaag hebben gedaan. Er was niks. We kwamen hier met niks. Niemand had een idee. Ik had ook geen idee wat ik zou doen. Ik dacht eerst nog van misschien ga ik rappen met die kinderen op een beat. En toen bleek dat ze allemaal instrument speelden. Toen dacht ik, nou, dan gaan we gewoon met z'n allen samen een beat maken. En gaan we gewoon een song maken. En het werd uiteindelijk een popnummer. We hebben helemaal niet eens meer gerapt. Ja, dat is eigenlijk het mooie van muziek. En dat is eigenlijk hoe ik altijd te werk ga. Is gewoon go with the flow. Gewoon wat er is. Wat er op dat moment is, wat er op dat moment komt, daar roeien we mee, met die riemen. Ene keer maak je een hit, de andere keer maak je gewoon een liedje. En ja, dat is dat verschilt per keer. Even over de toekomst. Zijn er nog artiesten waar je heel graag mee zou willen samenwerken op een nummer? Zou ik niet weten, maar als ik dan iemand mag kiezen van heel de wereld, dan zou ik Drake zeggen. En is er nog een andere droom die je hebt? Ik zou wel een keer uitverkochte Kuip willen een concert willen doen ooit op een dag. Ik hoop dat dat nog mag gebeuren in het leven. Je gaat wel heel hard, dus ik denk het wel. Ik hoop het ook. En dankjewel voor de interview. Het is weer lente. Daarom gingen Sam en Theo op pad om te kijken of er op school nog lentekriebels waren. Ah, het mooie weer, de fluitende vogeltjes en de bloeiende bloemetjes. De lente is weer begonnen. Maar het ene ding wat ik daar nou meest aan merk, de lentekriebels. Maar wat zijn lentekriebels nou eigenlijk? Dat ga ik je dus uitleggen. En samen met mijn makkers ga ik op pad om erachter te komen of de school al helemaal vol is met lentekriebels. Laten we gaan. Mevrouw Thomassen, mogen we u wat vragen stellen over lentekriebels? Over lentekriebels? Ja, dat mag. Heeft u zelf lentekriebels? Die had ik wel. Nou even iets minder weer. Maar ik heb wel het gevoel dat het voorjaar eraan zit te komen, ja. Met wie dan? Met wie ik lentekriebels heb. Voor wie? Oh, nou voor mijn eigen vriendje.
Hoe heet die? Die heet Tom. Nou, dan gaan we nou naar Nicky. Heb jij nog lentekriebels? Ik heb zeker lentekriebels. En mogen we dan ook weten van wie? Van mijn man. Hebben jullie lentekriebels? Ja. Nee. Voor Bram Mathijsen? Voor Sven Hendricks? Nee. En heb jij lentekriebels? Nee, eigenlijk niet. Meneer Stelens. Theo. Heb jij lentekriebels? Ja. Voor wie? Ik dacht gewoon voor de lente. Ja, nou, volgens mij voor iemand anders. Voor mijn geliefde vriendin. En jouw hond? Ja, die ook, ja. Maar ik heb vooral eigenlijk heel veel zin in goed weer. En vorige week was er al een beetje zon, maar nu troosteloze grijze lucht, daar ben ik wel helemaal klaar mee. Ja, ik denk wij allemaal. Als jij hier vorige week vrijdag op school was, dan had je dit kunnen zien. Maar wat is het nou precies? Dat gaan wij dus uitvogelen en dat ga ik doen door Isis hier te interviewen. Wij bouwen een zonneauto en die noemen we Nuna. Dus dit is Nuna 11S en we zijn nu bezig om Nuna 12 te bouwen. En dat doen we met de TU Delft. We zijn hier om die auto vandaag aan de PS10 te laten zien, waar ik zelf vandaan kom. Ik heb zelf op deze school gezeten. Hoe lang heeft het ongeveer geduurd? Een auto bouwen duurt ongeveer een jaar. Dus deze is al af. Nu zijn we bezig met onze eigen auto te bouwen. Dus die moet in oktober moet die af zijn, want dan gaan we daar een race mee rijden. Waarvoor dient die race dan? Wat is het doel ervan? Het doel van die race is om te laten zien wat je allemaal met zonne-energie kunt doen. Kan je hem ook op de weg gebruiken gewoon? In Nederland niet. Dat mag helaas niet, want dan moet je allemaal aan bepaalde regels voldoen die voor deze raceauto niet nodig zijn. Maar in Australië tijdens de race, dan rijden we wel op de weg waar ook het andere verkeer rijdt. Je hebt er ook op school gezeten, zoals je zei. Dacht je toen ook al hierover na, om dat te willen doen? Toen ik hier op school zat, wist ik al wel heel snel dat ik industrieel ontwerpen wilde studeren. En tijdens mijn studie, toen kwam ik eigenlijk bij dit project. Ik heb het vroeger wel eens al eens voorbij zien komen. En toen dacht ik, ja, dit is een grote kans. Hier moet ik gewoon aan meedoen. Dit lijkt me superleuk. Dat was hem alweer. Ik heb nu al zin in volgende week. Houdoe!